Ho, ho, ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag maandagochtend om 7:30. Ik ben echt heel erg moe. En ik moet zo meteen naar school toe. Echt geen zin in. Ik heb vannacht met Mick geslapen. Die komt waarschijnlijk nu binnen. Dus ik ga eventjes daar staan. Ik heb me al omgekleed. Ik heb mijn make-up al gedaan. En als je heel veel zin hebt in deze vlogmas, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier met de video. Ik was even bezig met mijn haar. Mick. Ja. Ben je klaar? Met wie belde je? Wat is er dan? Ik had vannacht dat ik mijn oorbel uitgedaan. En nu is hij dus dichtgegroeid. En nu doet het echt heel veel pijn. En nu ga ik die andere ook erin prikken. Kan je even niet niezen in mijn video? Nee. Oké, nu die andere kant, ja? Het is echt heel veel pijn. Ik had gewoon nooit die ene oorbel eruit moeten halen. Wat is er? Ik kan niet tegen. Ja, net of ik hier tegen kan. Mee, kan jij het doen? Nee, echt niet, Jan. Doe ik niet. Alsjeblieft. Nee, dat doe ik echt niet. Dus als ik ooit bloed heb, dan ga je me niet helpen. Als dat wat, hè? Als ik ooit bloed heb of zo. Ja, sure, dat kun je niet tegen. Dan laat je me gewoon liggen. Nou, als je benen aflegt of zo, dat vind ik niet erg. Nee, maar als ik een oor moet prikken, nee, dat doe ik echt niet. Oké, ik ga nu naar school. Ik heb een shirt aan van de H&M. Dit is zo'n kooltrui. En ik heb mijn nieuwe broek aan van de Zara. En mijn Sandra's die ik van Mick heb gekregen. Kan dit boven elkaar vallen? Maar natuurlijk. Oké, ik zit nu in de auto bij het station. En Mick moest dus 5 minuten eerder de trein hebben. Ik weet niet of hij het heeft gehaald, want we gingen echt veel te laat weg. Want hij moet richting Den Haag en ik moet richting Leiden. Die kant op. Dus ik hoop voor hem dat hij me heeft gehaald. En mijn oor doet zoveel pijn. Ik had vannacht dus gewoon heel erg last van het derde gaatje. Want ik had hem te vroeg eruit gehaald. En nu moest ik dus die oorbel erin prikken. Want hij was gewoon in 1 nacht helemaal dichtgegroeid. Ik heb echt helemaal niks voor school gedaan dit weekend. Ik ga nu ook kijken wat mijn eerste les is. Want ik heb gewoon echt geen idee. Aardrijkskunde. Taal. En rekenen. Oké, dat kan ik wel aan. Ik heb ook geen eten mee, dus ik moet straks even eten gaan halen. Maar ik ga nu even naar de trein lopen. Even kijken hoe laat die gaat überhaupt. Goed voorbereid op deze maandagochtend. Ik moest gisteravond ook nog super laat de vlog editen. Maar hoe kan het ook dat iedereen het weet behalve wij? Een soort nou, van... Nou, Roos volgens mij ook niet. Maar Roos dan? Ja, dat heb ik net... Oh, Roos liep bedoeld. Maar het stond toch ook niet in het rooster? Nee, bij mij niet. Nee. Heb je dat tegen Rosalie gezegd? Want ze ja. Mij nu. Oké. Okay. Ik ben dus 1.5 uur te vroeg op school. Hey Roos. Hoezo ben jij 1.5 uur te vroeg? Ik wist het echt niet. Ik ook niet. We zijn hier beginnen met 9. Blijkbaar heeft ze dat vorige les gezegd. En ik sliep met Mick, dus ik ben erg geïrriteerd nu. Oké. En ik heb vanochtend mijn oorlel ding moeten doorprikken. Oh, het deed echt heel veel pijn. Kap eens met die stembus. Sorry, ik had zelf met die stand. Oh, je gaat vloggen. Nou, ik was net ook al begonnen, maar toen kwam zij binnen. En dat vond ik een beetje ongemakkelijk. Maar, even kijken. Een hele goede morgen. Ja. Goedemorgen, zonneschatjes. Ik ben heel blij, want ik ben 1.5 uur te vroeg op school. Heel blij. Oké, wie weet er een leuke poll voor in mijn video? Ja, vraag je dit nu op dit moment? Ja. Voor mijn nieuwe video. Voor 8:30. Stress. Een leuke poll. Ja. Moet je elke dag een poll hebben? Nee, maar dat vind ik gewoon altijd leuk om te doen. Wat is je skippen? Favoriete kerstmoment? Oh, ik dacht rekenen, skippen of hier blijven. Hier blijven. Nou, ik moet sowieso werken, dus waarschijnlijk moet ik eerder weg. Maar dat weet ik nog niet zo. Ja, maar dat is anders dan dat je het skipt. Ja, maar ik kan het ook gewoon skippen, dat kan ook. Stoer ben jij zeg, Bente. Ja, als jullie Bente stoer vinden, stem dan even in de poll. Oh, die is goed. Oh, die wil ik wel. Doe er dan wow, een die is echt goed, ja, dat lied. Ik ken hem alleen niet. Zo. Ik heb mijn nieuwe broek aan. Wie heeft de pashokjes op vlog gekeken? Ik had gisteren echt niks te doen.
Dus als je echt niks hebt te doen, ga je mijn vlog kijken. Ja, als ik echt niks heb te doen, dan ga ik. Je bent gewoon de laatste keuze. Opnieuw Netflix. Ja. Oh, Noah. Hebben jullie ook het belletje aanstaan? Nee. Seizoen 5 van Brooklyn Nine-Nine staat erop. Ja, I know. Ja. Dus je kan kijken. Ik heb de eerste aflevering geschreven, maar niet. Echt niet. Jawel. Anders zeg ik het niet. Mag ik het zeggen? Wat is dat? Dat is een tv-serie met Heb je gisteren Netflix gekeken? Oh my god. Jake. Oké, wij hebben even pauze. Ik hoop niet dat iemand dit ziet. Het is echt heel ongemakkelijk eigenlijk. En we hebben even 2 tosties gehaald om 10:30. Yeah. Ik vind dat echt vroeg voor een tosti, echt waar. En we hebben net aardrijkskunde gehad. Voor de mensen die dachten dat ik geen normale vakken had. Ik heb ook aardrijkskunde geschreven, dus jongens. Hierna heb ik namelijk taal. Hebben we professionele taal of normale taal? Nee, vrijdag professionele taal. Oh, dan hoef ik niet naartoe. Nee, want dan heb ik 1,5 uur pauze voor de zes kijken. Kijken, ja. En, en wat hebben we als laatste dan nog? Tosti date nummer 3, denk ik. Succes. Doet hij het al? Ja, okay. Zie je toch? Dames en heren, welkom bij Janette de Vlog. Het is nu inmiddels 1 uur en Derwin is nu pas op school. Het is al sinds 8:30. Maar mag ik eindelijk beginnen? Oké. Dames en heren, welkom bij Janette de Vlog. Vandaag neem ik het over Derren, de zogenaamde klasgenoot van Janette. Ik ben... De kinderlijke van de klas. Mag ik nou eindelijk beginnen zonder dat je mij interrupt met mijn fucking vlog? Het is mijn vlog, Derren de Vlog. Oké. Nou moet je verder weg. Oh, ja, nee, oh sorry, dat zeg ik. Beter licht. Oké, okay, wacht. Ik ben er nu klaar mee. Ik ga hier staan en niemand... Hallo mensen, welkom bij de vlog van Derren en Janette. Janette staat daar. Ik ga vloggen vandaag, want zij heeft een vlogweek. En daar help ik haar mee. Vlog maand, dat wist ik. Vlogbus? Nee. Maar oké, we hebben dus les gehad. Tenminste, hun hebben les gehad. Maar ik ging dus langs de tandarts. Want ik heb een gaatje. Niet hun. Jullie doen fucking docentenopleiding. Ik word helemaal gek van jullie. Niet verplicht vak. En iedereen kijkt me raar aan van waarom ben je hier überhaupt? En dan denk ik, ja jongens, jullie zijn mijn klas. We hebben les. Dan moet ik toch ook komen? Maar ja, verder gaan we dus nu naar rekenen. We gaan met zometeen iedereen van de klas naar rekenen. De helft, want de rest is er niet, denk ik. En ja, we hebben net het lekker kaasvlees gegeten. Want kaasvlees is de mislukt. En ja, het is ook filmen. Oh, morgen met dobbelen filmen. We gaan morgen... Ik heb de beste cadeautjes ooit. Oprecht. Oké, ik wil weten wat je bedrijf. Mag je die van mij weten? Nee. Okay, wie een kookvideo willen, stem dan even daar zo boven. Daar is zo. Het niet die? Nee, daar. Nee, daar. Nee, daar. Janette wil met onze hele klas, nou ja, apart een kookshow opnemen. Ja, vanavond. Hè. Dus stem even of je dat wil. En doe gelijk duimpje omhoog. Oké, ik ben terug van school. Ik was echt heel snel gaan rennen, dus ik ben echt... Ik was om 9:30 uit en het is 9:50 of zo. En ik ga dus nu sporten met Am, want Am en ik konden alleen nu. Dus ik ga nu me gelijk omkleden. Ik voel me echt sportief. En dan ga ik mijn nieuwe sportkleding aandoen. En dan ga ik gelijk naar de sportschool. Oké, ik heb mijn nieuwe sportbroek aan. Deze is van Calvin Klein. Met mijn Nike's en gewoon een zwart sportshirt. Oké, Am en ik zijn dus nu naar de sportschool. En we gaan dus nu eerst op de cross trainer. Want het roeien was dus bezet. Dus je kan ook het roeien omwisselen met de cross trainer. Als we er heel veel verstand van hebben. Het is ook wel een mooi beeld zo. Moet wel nog even mijn nieuwe outfit showen. Dit heeft allemaal aan. Een shirt van Reebok en een broek van Nike. Nee, ook Reebok. Ook van Reebok. Ja. Oké, dit is haar nieuwe shirt. Waar is die van? Only Sportwear, heet dat zo? Ja. En nieuwe broek van Calvin Klein. Nice. Ik heb ook echt zo'n gespeend hoofd. Oké, Am en ik hebben gesport. Hier in de roeiteam. We zitten nu in het roeiteam. En we hebben net even 2000 meter geroeid, PP. Ja. Ik bijna, maar ik had een betere techniek. Oh ja? Oké, ik ben na de sportschool even gaan douchen. Want ik ga zo meteen uit eten met vriendinnen. En
leek me niet zo fijn om niet gedoucht daar aan te komen. Dus mijn haar is echt ontploft, want ik weet dus niet waar mijn borstel is. Goeie zin. Maar ik ga nu even de steltanger doorheen halen. Om te kijken of er dan nog wat van kan maken. En dan ga ik hem ophalen en dan gaan we lekker uit eten. Oké, ik heb me helemaal klaargemaakt. Het is nu 6:00. Ik ga over een kwartier ongeveer naar Im toe. Om haar op te halen. Oei, die staat op de spiegel, maar het staat echt niet stabiel. En ik heb zoveel trek. Maar echt zoveel trek dat ik gewoon niet nu kan wachten. Maar ja, het is ook een beetje slecht als ik nu iets ga nemen. Ja, ik heb vandaag alleen een tosti op en een appel. Erg. Oké, ik ben met Eve en met Im. Oh, hey. En Lieke, die is er denk ik al. Want we gaan eten. Oh, zo. We gaan uit eten bij... Ja. Hoe heet het ook weer? Oh ja, aperitivo. Zin in! Je kan apres-skiën. En je kan voor 17,50 of zo kan je allemaal gerechtjes kiezen of je kan gewoon los eten. Dus dat is wel maar lekker, ik ga hè? Los eten hoor. Oké, wij zijn nu uit eten en we eten hier zo. En Eva is er al en Im is er al. En Lieke nog niet, die zit daar. Oké, ik zit weer in de auto. Ik was natuurlijk net uit eten met mijn vriendinnen. En het was echt heel erg gezellig, want we zien elkaar... Ja, we zien elkaar nogal veel, maar niet meer zoveel als eerst. Want we zaten eerst bij elkaar in de klas en allemaal dat soort dingen. Dus het was wel even chill om weer gewoon met z'n vieren te zijn. En ik ga nu Mick ophalen, want Mick slaapt vanavond bij mij. En ik moest vanavond nog de vlog editen en ik ben zo moe. En ik moet nog een surprise inpakken of een cadeautje inpakken. Oké, ik ben thuis en ik heb Mick opgehaald. En ik moet nu nog de vlog gaan editen en Mick moet nog iets doen voor school. En ik heb dus morgen... Wat? Een beetje. Ja, en ik moet morgen dobbelen met mijn klas, dus ik moet nog een cadeautje inpakken. En ik weet nog niet wat. Waar is het eigenlijk wat ik wilde inpakken? Ik weet niet. Een Gucci tas. De Louis tas. Ik toch gewoon niet dat hier zo. Oh, hij ligt daar boven op de kast. Ik zie hem al. Oh, pak hem. Nee, Mick, ik wil niet dat je hem pakt. Mick, echt niet. Wil jij de vlog afsluiten? Ja, slaap lekker iedereen. Zo gaat het helemaal niet. Je hebt het toch al een paar keer gehoord? Duimpje omhoog. Duimpje omhoog en dan? Abonneer op je net aan mijn kanaal. En Ja, en dan? Even denken. Duimpje omhoog. Subscribe. En, dat is hetzelfde als abonneren, ja. En dan? En dan morgen? Morgen is er weer een nieuwe vlog, dus blijf hoe laat? Kijken. Om 4:00. Goed zo. En dan? 4:00, hè? Om 4:00. Doei. Ik moet wel nog doei zeggen. Doei.